Hallo, ben jij op zoek naar wat meer balans in je geest, in je lichaam of in je hele leven in het algemeen? Blijf dan even kijken. Ik ben Dielke en ik heb hier een aantal oefeningen voor je. Die kunnen deels op je geest inwerken, maar ook op je lichaam. Bij een aantal oefeningen zal ook je concentratievermogen worden aangeboord. Om te beginnen heb ik een kleine ademhalingsoefening. Het is handig als je voor deze oefening eventueel blokken hebt of een stoel of een muur. Iets waar je in ieder geval eventueel je aan kan vasthouden. Oké, daar gaan we. Kom eerst comfortabel zitten op een kussen of blok. Sluit je ogen kort. Recht je rug en voel je zitbotjes. Ben je echt bewust van de zitbotjes? Sluit je ogen. Adem een paar keer rustig op jouw natuurlijke manier. En voel hoe het is in jouw geest, in jouw lichaam. Voel echt hoe je zitbordjes de grond of de mat of het kussen raken, hoe je voeten de grond raken, je handen, je knieën. Eén adem in en uit. En dan laat ik je de oefening zien. Het is de Anuloma Viloma Alternate Nostril Breathing. En dat houdt in dat je afwisselend door de linker in je rechter neusgat inademt. En je kan hier één hand gebruiken om je neusgaten af te sluiten. Dus ik gebruik mijn rechterduim om mijn rechter neusgat af te sluiten. En mijn rechter vierde vinger om mijn linker neusgat af te sluiten. Dus ga zo weer adem eerst in door rechts, hou de korte adem vast, adem dan uit door links, dan weer in door links en dan houden we de adem weer even vast. En dan ademen we uit door rechts, dat is één cyclus. Doe je mee? Je kan je wijs- en middelvinger kan je ook op het punt op je derde oog tussen je wenkbrauwen houden. Dus begin adem nog één keer normaal eerst. En volgende inademing, sluit je linker neusgat, adem in door rechts. Rechter neusgat dicht, hou je adem vast. En adem uit, open je linker neusgat, adem uit door links. En adem in door links. Sluit je linker neusgat, hou je adem even vast. Open je rechter neusgat en adem uit. En weer in. Sluit je rechter neusgat, hou de adem in. Open je linker neusgat en adem uit. En adem in door links. Sluit je linker neusgat, hou je adem even vast. Open je rechter neusgat en adem uit. Doe nog één cyclus. Adem in door rechts. Sluit je rechter neusgat. Hou vast. Open je linker neusgat. Adem uit. En adem in. Sluit links. Hou vast. Adem uit door rechts. En adem weer twee keer normaal.
het staan. En kom naar voren op de mat. Neem een grote stap naar achter met je rechterbeen, ongeveer op heupbreedte. En kom op de bal van je achterste voet. Adem in, reik je handen uit naar boven. En adem uit, adem achterlangs. Dus adem in. Reik je handen naar boven en op een uitademing zak wat naar beneden, laat je handen zakken. En kijk of je ogen op een vast punt kan richten. Ongeveer op ooghoogte voor je. Nog één keer. Zo bewegen met de ademhaling in, omhoog, uit, naar beneden. Handen op je heupen. Draai je voorste voet in en je achterste voet uit. Dat wordt nu de voorste voet. Kom weer op de bal van je achterste voet. Vind een punt om je ogen op te richten en adem in. Reik je handen uit, vingers gespreid en adem uit. Laat jezelf lichtjes zakken, dus adem in en reik uit. Voel de lengte en adem uit. Laat jezelf lichtjes door je achterste knie zakken. Nog een paar keer in en uit. En bij de inademing voel dan de hoeveelheid lucht die je inademt, je hele ribben worden gebruikt, uitgezet. Adem uit, grond dieper. Zet je handen weer op je zij. En sta dan met je voeten op heupbreedte, voeten parallel aan elkaar. Adem in, rol op de bal van je voet, kom op je tenen staan. Op je uitademing, kom op je hielen. In op je tenen, uit op je hielen. Als je dit moeilijk vindt, kan je altijd aan een stoel of een muur je vasthouden. Nog een paar keer. En kijk ook of je je blik rustig kan houden. Dat helpt altijd veel om de balans te vinden. Oké, sta nu rechtop, draai je palmen losjes naar voren, vingers gespreid. En verdeel je gewicht over beide voeten en over de vier zijden van je voeten, voorkant, achterkant, links en rechts. En hef kort je tenen op en voel dan je enkel stabiliseren en je bovenbenen iets aanspannen, zodat je knieschijfjes omhoog komen. En misschien wil je pelvis dan naar achter, dus trek je onderbuik een beetje in en richt je staartbeentje naar beneden. Allemaal subtiele bewegingen, hè? En laat je tenen ook weer zakken. En adem in, verleng je ruggraat omhoog, helemaal door de kruin van je hoofd. En adem uit, je onderste ribben komen zachtjes wat naar binnen. Nog een paar ademhalingen, kan ook met je ogen dicht. Wees alert. Oké, en open je ogen. Plaats je gewicht naar je linkerbeen voor tree pose. We hebben hier gradaties. Je kan je rechterhiel boven je linker enkel zetten. Of op je linker onderbeen. Of op je linker bovenbeen, maar niet op de knie, het kniegewricht. Ook belangrijk hier, kijk of je een vast punt kan vinden op de grond of op ooghoogte om naar te kijken. En als je balans hebt, breng je handen voor je hart. En als je merkt dat je linker heup wat naar links beweegt, duw die dan weer naar rechts. Dus duw je dijbeen tegen je voet en je voet tegen je dij. Eventueel, als je stevig staat, kan je handen uitreiken naar boven.
handpalmen richting elkaar. Schouders blijven laag naar beneden wijzen. 5 ademhalingen. Standbeen staat stevig. Elke inademing raak je uit naar boven, raak uit door je rug of je vingers. En de uitademing zak je dieper. Staart een beetje beweegt lichtjes naar beneden. En hou je gezicht ontspannen. Volgende uitademing. Laat je handen langzaam zakken. En laat dan je rechterbeen langzaam zakken. Voeten weer parallel aan elkaar. Schuif nu je gewicht in je rechterbeen. En maak dat standbeen stevig. Door je linkervoet op de voor jou nu beste plaats neerzet. Of je hiel boven je enkel. Of je hiel op je onderbeen. Of je hiel zol tegen je rechter binnentij. Stabiliseer even die houding. Als je de bovenste houding hebt, druk je rechterdij wat naar binnen. En druk je dij tegen je zol en de zol tegen je dij. En je core wordt hier ook in meegenomen. Vind dat vaste punt. En vind de balans. Breng dan je handen of naar je hart of verder omhoog. Vier ademhalingen en voel dan zowel dat naar boven reiken, verlengen van je rug, als het naar beneden gronden. Volgende uitademing, laat langzaam je handen zakken en met beleid je linkervoet zakken. Voel even hoe je hier staat voor je benen. Je adem. Door naar de volgende. Kom weer voor op je mat staan. Ik ga iets naar achter in verband met de muur. Plaats je gewicht weer in je linkerbeen. Linkerbeen is actief, dus geen overextensie hier. Eventueel lichtjes gebogen. Heb je rechterbeen op. We gaan naar voren scharnieren voor de krijger 3. Scharnier van je heup, je rug blijft recht. En je rechterbeen steekt uit naar achter, dus rijk uit naar achter. Je kan altijd eerst beginnen met je aan 1 of 2 blokken vasthouden. Of je vingertopjes op de grond steunen. Of tegen een muur je handen houden. En je been draait misschien naar buiten. Kijk of je je tenen richting de grond kan wijzen. En als je genoeg balans hebt, handen langs je lichaam, langs je heupen. Of plaats voor je hart. Of reik ze naar voren helemaal uit. En voel dan een lijn helemaal van je achterste hiel naar je vingertopjes. Twee ademhalingen. Kijk naar beneden. Uitademing, buig je voorste knie lichtjes en stap naar achter met je achterste been. Draai je voorste been in en even een korte adempauze hier. Neem het naar de andere kant. Kom op je rechterbeen staan.
Trek je linkerbeen op. Neem naar de andere kant. Eerst voeten naast elkaar. Grond in je rechtervoet. Linkerbeen komt omhoog. En scharnier dan vanaf je heupen naar voren. Dus je heupen blijven ongeveer op één niveau. Ik doe het even zo. Dus als je bovenste heup opendraait, breng wel wat naar beneden. Bovenbeen is actief van je linkerbeen. Tenen wijzen naar beneden. En je kan steunen op je vingertoppen, blokken of een muur of stoel. Of je staat gebalanceerd. Blijf naar achteruit reiken met die voet. Armen langs je lichaam. Of handen voor je borst, voor je hart. Of handen naar voren uitgereikt, handpalmen naar elkaar. Of twee ademhalingen en kijk naar een punt op de grond. En kom er met beleid uit voor zover mogelijk. Zet een stap naar achter. En zet je benen en navel naast elkaar. Ik zal ademen hier. Kom langzaam zitten. Strek je benen voor je uit. En rol jezelf langzaam naar beneden. Dit waren best inspannende houdingen. Dus ga even ontspannen erbij liggen. Benen lichtjes uit elkaar. Armen ontspannen naast je lichaam. Sluit je ogen. Diep in, buik en borst en helemaal uit. Ga terug naar je natuurlijke ademhaling. En voel je benen, torso, je armen, je hoofd. Misschien voel je je hartslag, je hart kloppen. En blijf hier gerust nog een paar minuten liggen. Als je ervoor bent, kom je overeind. Blijf gerust liggen. Ik hoop dat dit wat voor je gedaan heeft, fysiek, mentaal of op wat voor manier dan ook. Laat gerust weten als je nog vragen hebt of opmerkingen. Dan kan je dat in de comment sectie hieronder laten weten. Nog een hele fijne dag. Doeg!